Of wat bedoel maar nee, je? Nee, ik bedoelde zo die... Ah, de ja, slag tegen de neus. Ah, de ja, box. Tuurlijk. Zijn we aan het draaien? Oké. Okay. Hallo, ik ben Veerle Jager en ik zit hier met Nidal van Rijn. En wij spelen Celie en Aster in de nieuwe minireeks 9 feestjes voor de kater. Die ja. Nu te zien is op VRT Max, dus ga die zeker checken. En we gaan nu alvast reacties geven op een paar scènes. Dat is spannend. Mm. Mevrouw, dat is van mij. Oh. Au, oh my god. Sorry. Oh my god, ik moest zo super hard toch tegen de wasmachine tegen botsen. Tegen die klep botsen. Ik heb dat wel echt genoeg gedaan om daarna... Ik weet dat dat ook mij het meest is bijgeleverd, dat jij de hele tijd fully daartegen ging. En ik vond dat super. En ook echt... Oh, zo, ça va. Ja. Want volgens mij is dat ook geen... sound effect daarop, maar dat is effectief jij die zo hard daartegen botst. Dat was echt hard. Ça va? Ik dacht dat ik hier alleen was. Ja, dat is duidelijk. Heftige dagen. Ja. 2 nachtshoots en het was echt al heel koud. Koud en je had bijna geen bovenstuk aan. Ja, ik was naakt, letterlijk, onder die sjaal. Dus dat was wel even organisatorisch. Maar ja, het was wel gewoon leuk. Wat ook wel leuk is om te weten over die aflevering. Dit is de meest clean look die je gaat krijgen van Aster. Dus omdat het verhaal... Allee, ik zei dat zo tegen u, maar jij weet dat kaart. Dat speelt zich af over een periode van hoeveel jaar? 2 of zo? 3? 4 eigenlijk, in totaal. 4 jaar. Voilà, dus we moesten zo wat spelen met de looks en zo. Dus hier ben ik dan clean. En dan de aflevering erna heb ik opeens zo'n volle baard en zo. Ja, ik ook. Ik heb hier dus extensions. Ik dacht een baard. Een mooie baard als je even een beetje voor de aandachtige kijker kan je snorretje zien. Nee, ik had extensions in mijn haar. Je fucking klootzak. Wel met een geluidseffect. Ja. Fuck. Oh my god. Wel met een geluidseffect. Dat is helemaal niet waar. Versus mijn botsing. Dat is super veel pijn. Ik ga er niet over liegen. Sorry, dat was niet voor u bedoeld, dat was voor hem bedoeld. Ça va? Wauw. We moesten daar dan werken met die bloedneus. Allee, het was een gedoetje omdat uw kleren niet vuil mochten worden. Dus je zet die druppels daarin en dan begint dat eigenlijk direct te stromen. Mm-hmm. Dus dat was even, iedereen was zo'n beetje zo. Nidal, pas op, hoe gaan we dit doen? We kunnen, als er een blik op zit, dan zijn we echt in de shit. Maar Nidal is heel verantwoordelijk, natuurlijk. Ja, Nidal heeft dat weer. Natuurlijk, fantastisch. Is dit? Als je Nidal kent, dan ja. Ik vind die glitter zo fascinerend. Ja, top. Dit is echt misschien wel mijn favoriete scène van de reeks. Misschien omdat dat die vriendschap zo goed zet. Dat is echt... Wow, stop. Je moet je gezicht zien. Dat gaat heel moeilijk als je daar met een stok in zit, in mijn ogen. Er zit heel veel intimiteit tussen hun twee. Er gaan heel veel grenzen over die een normale vriendschap niet heeft. Waardoor dat iets heel platonisch wordt. En voor veel kijkers ook een romantische... invulling zou kunnen krijgen. En stop eens met zweten, want dat maakt vlekken. Hoe stopt iemand met zweten? Door niet zo zenuwachtig te zijn. Ik ben niet zenuwachtig. Die twee personages zijn super fysiek met elkaar, zonder dat dat een seksuele of romantische invloed heeft. Allee, insteek heeft. Ja. Er zit ergens tussen zus, broer en iets moederlijks ook en zo. Zij zijn voor elkaar iets heel verzorgends. Terwijl zo verschillend en toch... Dat, ja. Ja. Olivia? Hey, Olivia! Hey! Wat? Ja. Ik introduceer jullie Olivia. Wie is die? Ja, wie is Olivia? Ik weet het zelf niet. Een maar escape, ik ben... toch? Dat je voelt van mijn echte zelf wordt niet altijd gewaardeerd. Dus als ik gewoon alter ego's heb, dan is het heel makkelijk ook weer om mensen te verlaten. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Als een copingmechanisme. Ja, het is sowieso een copingmechanisme. Allee, Aster. Je moet dat met make-up removal doen, hè. Nu ziet je eruit als een
Zijt panda. Ja. Olivia? Bezet. Hoe hoog zitten wij? Wij staan 42 bossen. Maar je laat je niet afschrikken door deze knettergekke meid. Nee. Die romantische context dat daar dan rond zit, zij gaan daar wel naar op zoek. Zij doen zo die dingetjes voor elkaar. Zo als je verliefd wordt op iemand, dat je opeens wel zo een beetje een andere versie van jezelf wordt. En ja, dat je zo kleine romantische dingetjes zou doen, dat is eigenlijk wat zij ook doen voor elkaar. Dit is beetje awkward. Wat super organisch is, want dat komt bij hem niet vanuit een plek van ik weet hier hoe ik moet rizzen of ik heb superveel ervaring gehad met relaties. Ik moet rizzen? What does that mean? Toen zeggen ze toch in Gen Z, rizz? Ik dacht dat zo rizz was van ah, je hebt echt rizz, je hebt echt charisma. Ik dacht rizz, amai, die heeft rizz. Die maar ja, het overlapt wel een beetje, toch? Als je charisma hebt, dan kun je fixen, bedoelt je? Ja. Swat! Romy, gespeeld door de hilarische Jules. Door de hilarische Jules. Jules Jordens. Zo'n leuke man. Ja, iedereen was fucking leuk. Welk feestje? Dat van vannacht. Die kermis om 4 uur 's nachts, die heb ik gehoord, ja. En sindsdien ben ik sinds 4 uur 's nachts ook wakker. Jules is echt een interessant... Die heeft echt iets om... om naar de tafel te brengen. Wat is dat? To bring to the table. To bring to the table. Wacht, dit moet opnieuw. Jules heeft echt iets om naar de tafel te brengen. Jules heeft humor. Jules heeft intelligentie. Jules heeft... Riff. Wat voor kermis om 4 uur 's nachts? Wie weet dat nog? Alsof ik bijhoud wie, waar, hoe laat naartoe gaat. Merci, meisje. Om 4:05 is de voordeur opengegaan en om 4:46 nog eens. Een uur later zijn twee mensen direct naar elkaar naar het toilet gegaan. Om 5:49 en 5:54. Oké, en die kermis dan? Merk ik niet op. Wij willen allebei. Wij zijn, als jij, als niet al, heel veel zo handen. Ja, die handen zijn... Maar ik ken dat dus ook. Ja. Expressief met de handen. En zo'n beetje zo dit, de hele tijd. Maar dat is de eerste keer dat je dat gezien. Heb je dat ook gedaan? Ik merk dat nu gewoon op, omdat je zo dit deed. En zo, er zit zoiets in je handen dat heel niet al is. Maar dat is ik kan dat niet uitleggen, maar ik weet dat ik ook heel expressief ben met mijn handen. Dat is echt zoiets voor mensen die het wel kunnen uitleggen. Zo. Ja, ja. Waar ze vroeger op school tegen zeiden, ja. Maar jij moet in de politiek. Zoiets. Veerle, ik heb je commentaar niet nodig. Amai, dat heb ik zo vaak gehoord. Ik was daar altijd een beetje zo van, oh, maar nee, ik wou gewoon... En dat soort mensen spreken 5 jaar later met hun handen. Spreken 5 jaar later met je handen. Stop! Wat is die goed? Ja, jullie moeten weten, dus Nidal en ik hebben letterlijk meer dan een maand, bijna 24-7, bij elkaar gezeten. Want we hadden dan die draaidagen, dat was een hele dag. Dan gingen we samen naar het hotel, mm-hmm. Wij aten samen, wij leerden tekst. Wij waren eigenlijk altijd bij elkaar. Maar ik denk dat wij gewoon twee heel open personen zijn. Ik hou van Nidal. Oh. Ik hou zoveel van jou. En ik heb me geërgerd aan jou. Ik ben zuur. Maar ik heb nooit genoeg gehad van jou. Ik zou zo dit opnieuw doen. En ik ben super graag bij jou. Ik voel me kei comfortabel bij jou. Er is super veel vertrouwen. Amai, dat is super lief wat jij zegt. Ja, dat is maar echt dat is heel zo. Mutual. Dat is echt zo. En dan was er echt heel snel. Nidal en ik waren heel snel heel comfortabel bij elkaar. Ja, wij houden van elkaar. Ja, wij houden echt van elkaar. Voilà. Ik wil eigenlijk nog een beetje wijn. Mm-hmm. Jij misschien even niet meer. Oké. Okay. Ik kan dus, gewoon ik wil even zeggen, sorry. Maar we kennen wel elkaar nog niet zo goed, hè? Nee, dat is waar. Ja, wat wil je van mij weten? Wat je kwijt wilt. Dus, 9 feestjes voor de kater. Superleuk om te kijken. Alleen, of met 2. Of alleen met 2. Kijken alleen met 2. Ja. En waar, Veerle? Op vrtmax.be.